Dit is Sietse, 17 jaar, bijna klaar met zijn VMBO-kaderopleiding en aan het oriënteren wat hij wil gaan doen. Op de website van ROC Friese Poort maakt hij een afspraak met de dekaan. Hij maakt een beroepskeuzetest en bespreekt deze. Gesprekken met andere studenten bevestigen voor hem de keuze. Hij neemt de volgende stap en schrijft zich op de website gemakkelijk in voor een intake. De gegevens van Sietsen worden gecontroleerd en besproken met de inteker. In een onderwijskatalogus laat de inteker met voorbeelden van sessies en lessen zien welke mogelijkheden en leerarrangementen er binnen de nieuwe opleiding zijn. Sietse kan kiezen op welke manier hij wil studeren, op welk niveau en met welke specialisatie. Maar omdat hij nog niet precies weet en houdt van praktijk, krijgt hij het advies om eerst een leerarrangement te kiezen met een brede oriëntatie op het vakgebied. Hierin is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Gevolgd door een praktijkarrangement waarin leren op locatie belangrijk is. Alle gekregen informatie gaat mee naar huis om te bespreken en hij maakt een vervolgafspraak met de inteker. Nog voor de zomervakantie ontvangt hij een op maat gemaakt rooster met zijn persoonlijke wensen. De opleiding start met een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. Sietse krijgt uitleg over de persoonlijke digitale leeromgeving. Hierin staan al zijn opdrachten en resultaten netjes geordend. Toetsmomenten worden op basis van deze vorderingen ingeroosterd en er is ruimte voor persoonlijke ervaringen. Doordat hij zelf alles kan bijhouden en controleren, werkt dit alles zeer motiverend en kan hij ook extra modules aanvragen en volgen. Ook zijn de modules digitaal te volgen en heeft hij daarnaast tijd voor zijn bijbaan. Voorafgaand aan elke roosterperiode stelt hij samen met zijn studieloopbaanbegeleider zijn leerarrangement vast. Bij goede resultaten kan hij doorstromen naar een hoger niveau. Richting het einde van zijn opleiding kan Sietse een baan bij zijn leerbedrijf accepteren en zijn opleiding afmaken via een beroepsbegeleidende leerweg BBL-traject. Het e-portfolio geeft hem de mogelijkheid verschillende onderdelen voor zijn examen af te vinken en de onderdelen die nog moeten op een ander tijdstip en een andere vorm volgen, zoals zelfstudie of online.